Ja, gelukkig een vrouwtje. Hopelijk gaat het goed met jullie, met mij wel. Met mij gaat het steken. Ik ben weer terug op jullie beeldscherm. Ja, je ziet me natuurlijk regelmatig bang zitten, maar hier is af en toe bijna helemaal niet meer, joh. Maar dat komt omdat ik een paar videos aan het maken ben die wat langer tijd duren. Jij gelooft het haast niet bij mij. Je denkt, het is alleen maar reactievideos. Nee joh. Ik weet helemaal niet waar je het over hebt, joh. Er komen binnenkort wat parels zijn, maar dat is niet normaal. Maar vandaag ook een absolute parel. Ben je benieuwd? Blijf dan vooral kijken. En laten we maar beginnen. Gaan we wat TikToks kijken en dan gaan we daarna door naar een... Ja, ik wil het eigenlijk niet meer over hebben. Ik kreeg zoveel DM's over dat Boyd Hoek over mij gepraat had. Dat ik naar moest gaan kijken. Dat ik dacht van, oké, ik ga het nog wel even doen. Maar liever niet hoor. Maar goed, we gaan het even zien. Laten we eerst maar even gaan lachen en daarna kunnen we gaan huilen. Als je chicken naar Mallorca gaat deze zomer, is het niet jouw chicken, maar ons chicken. Mooi. Leuk. Woehoe! PV is je vrouw voor dit, dat je je naam moet houden. Ja, dat vind ik leuk. Ja, yeah, like it, multiple personalities. Do you love me, baby? Maar het Oekraïne referendum bijvoorbeeld, er stond op een gegeven moment in de krant dat ik omgekocht was door het Kremlin. Nou, dan bel je toch even op, Jan. Wie is dat? Hè? Wie is Kremlin? Hi, baby. Oh. Maar het was niet waar, toch? Nee, Kremlin had me niet opgekocht. Nee, ja. Kremlin wist mijn adres niet. Oké. Ja. Ik weet nou meteen of hij aan het meme is, dat hij dat dan gewoon echt niet weet. Waarschijnlijk dat hij het gewoon echt niet weet. Nou, mag ik je gewoon Famke Louise noemen, want zo kennen we je allemaal. Je zit er gewoon verdomme in de rechtszaal. Mooi. Jongens, jullie zien het goed. Ik heb zojuist een tikkie ontvangen van 40 cent. Maar aan de andere kant, we kochten ook water van een euro en dat had hij wel betaald. Dus liefst dat hij niet 50 cent extra op heb gezet. Maar 40 cent is wel een... Recordje, hou je bek. 40 cent een tikkie, holy shit. Ik doe nog eens een S-concert op 11 uur. Ik ga samen met Rob naar Justin Bieber, dat is toch fantastisch. Rob! Oh, dit is van echt. Oh, best goed gedaan. Dat kan ik natuurlijk ook. Dan verwacht je nu, jullie verwachten helemaal niet dat ik nu iets ga laten zien dat ik echt een bal inschiet. Want je weet dat ik daar helemaal geen zin in heb. Nee, natuurlijk niet. Maar binnenkort komt het waar echt veel tijd in zit. Zullen we even over de kaart krijgen, Tino? Is het echt? Of is het gewoon ondergeplakt? Zeker ondergeplakt trouwens. Daar tap ik ook in. Ja. Nee, je ene raar guy een tune wil maken. Hang aan, bro. Huh? Rustig aan. Yo, fucka bro. Eindelijk samen in de studio, hè? Bro, ik zeg eerlijk. Ik heb een paar domme bars geschreven. We gaan één hitje maken, bro. Top 100 Nederland, nummer 1, al die shit, bro. Ik heb dus er lange... Dit is wij, toen we Russo binnenkwamen met je blik richting mij. Ja, sowieso, dit wordt echt een nummer 1 hit, man, bro. Hey, bro, wat heb je voor me liggen dan? Huh? Kom op, man. Bro, ik zeg eerlijk, ik heb één beat voor je liggen. Okay. Deze ga je sowieso killen, man. Hoor dit. Dit is hem, bro. Ja, man, let's go. Let's go. Ik zeg je eerlijk... Het wordt wel een emotionele tune. Dat wel. Maar goed, we gaan gewoon. Dat is best een leuke TikTok. Aha! Yo! Hey! Listen, bitch! Yo! Kom op je blok en intake mijn pijp! Emotionele tune. Ga me niet wijzen, maar dit is deze stijl een koppel. Ik wil zeggen, want misschien is het... Ik kijk dit dus. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk leuk wel hoor, maar verschrikkelijk. Nou, heel veel succes. Ja. En we kunnen het. Het gaat goed komen. Yes. Heel veel succes en we kunnen. Nee, ik geloof ook niet in de stijl is. Ja. Oh. Bro, snelle vraag. Welke sneakers draag? Yeezy 350 Breads. Lekker man. Dat is toch niet? Drill Jenner. Om 1 uur met z'n tweeën aan de rivier. 1 uur met z'n tweeën aan de rivier. Maar daar wil je met plus. Helaas. Het is een flinke dame van een paar honderd kilo. Ja, je hebt boven de kruik echt 10 euro. Leuk. Oh, dat is doodeng. Bro, niet naar achter kijken, maar er zit echt een lekkere check daar. Ja, leuk.
TV, je maakt een video over je broer die op matten lijkt. En hier opeens staat het zijn verhaal. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan ik concentreren. Hier lijkt hij zo op mat. Zeg maar, als hij normaal kijkt niet, maar hier lijkt deze gast zo op mat. Dit zou letterlijk mat kunnen zijn. Nou, kom, we gaan even naar Boythoek kijken. Er ging dus een stuk viral uit deze video. Dit is dus een podcast van 2 uur en 45 minuten. Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk, oprecht. Tensies. Dit is naast het broertje van Boythoek ook de presentator van deze podcast. Maar ik ken Boyd als een... Huipie! Een hele zelfverzekerde gast. Okay. En ook een super ondernemer. Ja, maar hij p***t hem al. Voordat hij überhaupt begonnen is. Ja, dan kan je geen interview hebben. Dit is over Koen van de Bank zitten. Nou, ik zelf kom er niet in voor. Ja, één klein stukje. Ga ik je zo laten zien. Boyd, leuk dat je er bent, jongen. We zijn hier samen nu. Ik precies dezelfde aan, trouwens. Ik ben heel erg benieuwd. Jij bent natuurlijk op Videoland geweest. En okay. Je hebt daar denk ik redelijk wat reacties op gehad. Ja. Om maar gewoon even gelijk te bespreken. Je bent best wel heel extreem zelfverzekerd. En ik heb zelf persoonlijk dat ik ook best wel zelfverzekerd ben. En dan... Broer, ik zit hier te kijken. Ik haat mijn leven. Ik haat mijn leven nu ik dit kijk. Af en toe best wel vaak als feedback kan krijgen. Gast, wat ben je arrogant? Weet je, snap je wat ik bedoel? Ik hoor dat in mijn omgeving ook wel eens over jou. Ik ben dus genuinely heel erg benieuwd. Genuinely, hij neemt toch gewoon de sprake. Oh, het is verschrikkelijk. Hoe is dit? Wie is dit? Hoe is dit? In de omgeving waar je nu bevindt. Je moet het zo zien. Jij bent net als een peer. Een hele verse peer. Net als een peer. Broer, ik ben geen peer, ouwe. Misschien vind jij jezelf een peer, maar ik ben gewoon een mens. Je wordt in een fruitmandje gelegd naast een beschimmelde peer. En wat gebeurt er op het moment dat jij tegen een beschimmelde peer aanligt? Dan word jij de volgende beschimmelde peer. En wat gebeurt er als jij met 5 succesvolle mensen omgaat? Nee, peren. Dan word jij de 6e. Nee, als jij een peer bent en je bent lekker, dan word je opgegeten. Dan ben je hartstikke dood. Als jij met 5 losers omgaat, dan word jij de 6e. Dus zorg dat jij je omgeeft. Ja, dus als mensen aardig zijn, maar dus wel een loser. Niet mee omgaan, want dan word je een loser, ouwe. Nee, alleen maar met succesvolle mensen omgaan. Holy shit, man. Deze gast is nog erger, ouwe. Holy shit. Wel ziek, man. 72 likes, 7000 followers. Vast allemaal legit, ouwe. Als je wil dat iedereen jou gelooft, dan moet je het volgende gaan doen. Oké. Ik ben echt super slecht in eerlijk zijn, weet je. Ik ben echt super slecht in de was doen. En ik ben echt nog veel slechter in koken. Maar ik ben wel heel goed... In een verhaal oprecht laten klinken. Nou, ja, laten zag klinken. Je wat ik deed? Ja, je struikelt over je woorden, vriend. Als je wil dat iedereen jou gelooft, dan mooi. Moet je het volgende gaan zo doen. Zo mooi. Ik ben echt super slecht in eerlijk zijn. Hij is dus gewoon, hij zegt altijd dat hij lief. Hij zegt het zelf al. Weet je, ik ben echt super slecht in de was doen. En ik ben echt nog veel slechter in koken. Maar ik ben wel heel goed in een verhaal oprecht laten klinken. Ja, laten klinken. Succes is iets tijdelijks. In 2017 zijn er heel veel dropshippers geweest die extreem veel geld hebben verdiend. En als je kijkt naar al deze dropshippers, zijn er echt maar een aantal mensen die op dit moment nog steeds succesvol zijn. Ja, en dat heeft met één heel simpel ding te maken. Toen de tijd in 2017 was dropshipping een super goede opportunity en kon je er heel veel geld mee verdienen. Een slechte ondernemer in een goede opportunity kan dus nog extreem veel geld verdienen. Maar tegenwoordig zitten die mensen niet meer in de juiste of de goede opportunity. Nee, en precies. Dan komt naar boven dat zij daadwerkelijk niet zo'n hele goede ondernemer zijn. Dit is saai. Als je van al je problemen af wil komen, moet je gewoon simpelweg actie nemen. Het is heel simpel. Actie nemen, niet ondernemen, actie nemen. Neem gewoon wat actie. Hier, koop het in de supermarkt. Neem gewoon wat actie. Eet op, eet actie. Fear can't catch you running. Wat bedoel ik daarmee? Heel eenvoudig. Op het moment dat jij een probleem ervaart, er is iets aan de hand in jouw leven wat heel erg tegen zit. Het enige wat jij hoeft te doen is actie te ondernemen. Ja. Op te schrijven, wat is het probleem? Ja. Hoe kan ik het oplossen? Ja. Kan ik het oplossen? En op het moment dat je het überhaupt niet kan oplossen, en dan? Heeft het ook geen zin om er angstig over te zijn. Want dan is het er zo. En op het moment dat jij het kan oplossen, moet jij alle stappen op gaan schrijven die jij moet gaan implementeren om dit probleem te tackelen. Okay. En dan moet je vervolgens al deze stappen gaan uitvoeren. Wat een f***ing kneus, zeg. Holy f***. Okay. Ik zeg altijd, het hele advertentie, media en geldverhaal is iets wat simpelweg vergroot wat er op een kleinere schaal al gebeurt. Dus kijk, in mijn persoonlijke leven, als ik uitga of als ik naar de gym ga... Dit is of... zo saai. Dit is zo saai. Ik heb een week over gedaan dit af te kijken. What the f***. Laten we hopen dat Koen niet achter me aankomt. Nee. Dus, om die hele serie heen is gekregen van Backlash en ook bijvoorbeeld zo'n reactievideo. En een TikTok die viraal gaat over één zin die jij dan verkeerd zegt, weet je wel. Mind shut off. Wat wil jouw denken in de mind? Shut off. In het hele Videolandprogramma één ongekend, welgeformuleerde Nederlands-Engelse zin. Ja. Ik zei namelijk beautifully, hè, alcohol drink ik niet, want het laat je mind shut off. Ja. Dat klopt natuurlijk volledig grammaticaal. Dus daar hebben mensen een leuke lach over gehad en dat is helemaal prima. Ja, het klopt niet grammaticaal, maar dat probeerde je waarschijnlijk te zeggen. Dat is helemaal prima, Marco.
ik ben klaar. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik kan het echt niet meer aanzien. Ik ga echt dood. Bedankt voor het kijken. Zie je bij de volgende video. Gadverdamme. Groeten.